misschien om te beginnen. PNV is een organisatie met heel veel kamers. En wij zijn de kamers van Life Sciences and Care. Dus wat wij doen is risicokapitaal verstrekken aan bedrijven actief in de life sciences industrie. Die bedrijven die hebben natuurlijk heel wat uitdagingen. En een van de uitdagingen is ook infrastructuur te vinden. En daar zijn net onze collega's van vastgoed in gespecialiseerd. En vandaar dat we het belangrijk vinden dat we op een dag zoals deze de twee teams eens bij elkaar zetten om te kijken van wat elk van de teams doet, waar iedereen sterk in is en hoe dat we elkaar eventueel zouden kunnen versterken. Nu, wat we vandaag hier geleerd hebben, is dat we met PNV best wel actief zijn in heel wat projecten die te maken hebben met incubatoren en het voorzien van de nodige infrastructuur voor bedrijven enzovoort. En ik denk dat dat iets is wat wij kunnen meepikken als PNV Life Sciences en Caris in onze bedrijven, dat als zij een nood hebben aan infrastructuur en dergelijke, dat wij kunnen zeggen van kijk, binnen PNV hebben wij ook een divisie die daarin gespecialiseerd is en die misschien wel oplossing kan bieden voor jullie vraagstukken. We bevinden ons hier op eilandje Zwijnaarden, ten zuiden van Gent, onderdeel van het TechLane Gent Science Park. En we zijn hier eigenlijk origineel gestart als participerende in de ontwikkelaar en hebben nadien een samenwerkingsverband met de Universiteit van Gent en de stad Gent opgetuigd onder de naam TechLane Gent Science Park. En we zijn hier vandaag verantwoordelijk voor het uitgeven van de terreinen en het bouwrijp maken van de terreinen van allerlei tech-ondernemingen, vooral actief in life sciences enerzijds en cleantech anderzijds. En onder meer het gebouw achter mij is het nieuwe bio-incubatorgebouw dat we samen met het VIB realiseren, waar dat hun HQ in komt te zetelen en waar ook een incubatiefaciliteit bij komt. Je hebt mij ook gevraagd waarom dat deze dag zo belangrijk is voor ons. Wel, vanuit de PNV vastgoedafdeling zijn we bezig met de hardware, denk ik. We realiseren gebouwen, we werken met beton, we realiseren infrastructuur voor nieuwe bedrijven. En we doen dat vaak voor bedrijfsactiviteiten die in de omgeving van of in de sfeer van life sciences zitten. Ons life sciences team is net bezig met het fuelen van die bedrijven met risicokapitaal, zodanig dat zij kunnen groeien, evolueren enzovoort. En het is op dat platform dat we elkaar kruisbestuiven. Wij genereren infrastructuur, ruimte voor die bedrijven. Zij genereren zuurstof voor die bedrijven.